Mijn documentaire gaat eigenlijk over de impact van sociale media op jongeren. Want ik denk dat heel veel jongeren niet weten wat voor impact sociale media soms op hun kan hebben. Ik ben Amazonia, ik ben 20 jaar. Ik studeer media, entertainment en business. En in mijn dagelijkse leven hou ik ervan om documentaires te maken en de waarheid te presenteren onder middel van video's. Mijn documentaire gaat eigenlijk over de impact van sociale media op jongeren. Want ik denk dat heel veel jongeren niet weten wat voor impact sociale media soms op hun kan hebben. En daar gaat mijn documentaire dus over. Ik spreek erover met jongeren, met experts, met een moeder die haar dochter heeft verloren aan social media bullying. Dus eigenlijk verschillende aspecten komen daarin voor en ik vind het gewoon belangrijk om een waarheid te presenteren dat heel veel mensen verwaarlozen eigenlijk. Ik heb dat gemaakt omdat ik zelf de impact van sociale media vroeger heb ondervonden. Ik heb op 16-jarige leeftijd al mijn sociale media verwijderd en simpelweg eigenlijk om op mezelf te focussen en te ontdekken wie ik eigenlijk echt ben zonder mij te moeten formeren aan de maatschappij en je moet er zo uitzien, je moet dit doen op die leeftijd. En ik wilde mezelf eigenlijk gewoon ten volle ontdekken. Die beelden van perfectie, ik had al op 16-jarige leeftijd door dat dat niet de realiteit was. Ik wilde niet elke dag mijn Instagram openen en mij minderwaardig voelen. Ik wilde niet elke dag mijn Facebook openen en voelen dat ik FOMO had of fear of missing out. Ik wilde dat niet meer voelen. Ik wilde gewoon opgroeien voor mezelf en niet voor anderen eigenlijk. Ik heb toch wel ervaren dat ik anders opgroeide omdat mijn klasgenoten, ze waren altijd bezig met social media en ik natuurlijk niet. Ik merkte toch wel dat hun altijd over andere mensen bezig waren. Over, oh, zij heeft dit gepost of heb je die nieuwe foto gezien? En daar kon ik eigenlijk niet over meespreken en dat vond ik totaal niet erg. Omdat ik wist, mijn focus zit bij mezelf en mijn eigen leven eigenlijk. In oktober, november had ik een idee om een documentaire te maken over mijn journey dat ik helemaal geen social media heb gehad. Want ik vond dat toch wel iets speciaals op 16-jarige leeftijd tot 19, 20 jaar geen social media hebben gehad. En hoe dat eigenlijk een impact op je kan hebben. Daarover wilde ik enigszins een documentaire maken. En in januari hoorde ik eigenlijk dat een meisje op 13-jarige leeftijd zelfmoord heeft gepleegd door de gevolgen van social media eigenlijk. Dus toen dacht ik van oké, mijn kader moet echt nog breder zijn en dat moet ik er ook in verwikkelen. En ze heeft zelfmoord gepleegd omdat er werden video's van haar verspreid, foto's van haar verspreid, online bullying en ze konden gewoon echt niet meer tegen. En dat is ook waarom ik de docu heb gemaakt, omdat jongeren op die leeftijd vooral geen breed wereldbeeld hebben. Ze denken, dit gebeurt er met mij en that's the end of the world. Dus als ze een documentaire kunnen zien van oké, ik heb dit meegemaakt en dit gebeurt er op social media. Gewoon dat wereldbeeld een beetje aanpassen, omdat jongeren op die kleine leeftijd, ze weten nog niks over de wereld. Dus daarom wilde ik ze gewoon een hart onder de riem steken. Om al die verhalen te horen was wel een bevestiging voor mij over waarom ik deze documentaire echt al moest maken. Omdat ik wist van mezelf, oké, ik heb daar een impact mee. Social media heeft een impact op mij. Maar natuurlijk, ik weet niet hoe het met andere jongeren zit. En om die verhalen dan te horen, bevestigde dat eigenlijk dat wij echt een issue hebben met social media. En dat het daar echt over gesproken moet worden. Omdat onze jongere generatie, die mag daar niet onder lijden over de dingen die wij nog niet wisten. En heel veel info is nu ook aan het vrijkomen over hoe je moet omgaan met social media. En ook video's over hoe fake social media is. En dat hadden wij vroeger echt niet. Wij moesten vroeger gewoon geloven dat die foto, ja, dat dat zonder Photoshop werd gedaan of dat dat gewoon echt een mooie foto is, dat die mensen echt perfect zijn. En dat geloofde ik vroeger ook op jongere leeftijd. Dus nu komen er wel wat meer video's, er komen wel wat meer realiteitsgebonden foto's en posts en dat vind ik echt wel een meerwaarde aan social media. Ik heb toch wel een andere visie naar social media toe nu. Ik vergelijk me niet langer met anderen. Tuurlijk heb ik nooit, ben ik niet perfect of zo en denk ik ook nog steeds van, oh, wauw. Dat is wel een hele groot accomplishment en dan denk ik wel van, oh, waar sta ik? Maar dat doe ik in een motiverende manier, dat ik niet denk van, ik wil daar zo zijn zoals jou, ik wil daar zo zijn wat jij nu hebt. Maar dat had ik eigenlijk echt vroeger, ik wilde zijn zoals andere mensen, maar nu wil ik gewoon zijn zoals mezelf en zien waar ik kan geraken. En dat is echt de mindset en de visie die ik achter social media heb. Ik gebruik mijn socials ook om andere mensen te inspireren dat je grootste dingen kan doen en dat je daarvoor niet per se de grootste persoon moet zijn. Je kan groot worden. Mijn première is op 19 november in Cinemarix in Deurne. Ik zal een beetje een speech geven over de documentaire zelf, een vertoning van de documentaire. Er zal ook een getuigenis zijn van een jongere zelf die een huilende foto heeft geplaatst. Er zal een gedicht zijn over zelfreflectie en zelfontwikkeling. Ik denk dat de achterliggende boodschap achter mijn documentaire
is wel om te geloven in wie je bent. En je niet te vergelijken met de maatschappij of met iemand anders. Het is niet omdat iemand sneller dan jou is, dat iemand beter dan jou is. Het is gewoon echt om op jezelf te kunnen focussen en weten dat er achter die sociale media, trends en foto's echt wel imperfecte mensen zitten. Dat is echt de uitgang van mijn boodschap. Wat ik wil bereiken met mijn film is om jongeren vooral te inspireren en te informeren. En inspireren vooral ook omdat ik zelf geen filmopleiding heb gedaan. Maar als je een verhaal verteld wilt krijgen, dan heb je daar niet per se de juiste opleiding voor nodig. Het is echt gewoon uw ambitie en die drang en die honger om een verhaal te kunnen vertellen. En dan gaat het u echt wel lukken. Gewoon geloven in wat je moet doen.